What up, mensen? Influenza, de sneaker leaker. Goeiedag, of goedemiddag, of goedenavond. Hangt er vanaf wanneer je deze filmpje aan het checken bent. Welkom bij het kanaal en welkom bij de eerste, jawel man, de eerste weekly wind-up van 2021. Week Uno! Jawel man, it's kind of like a reset, hè? Hopelijk kunnen we gewoon vergeten alles wat in 2020 is gebeurd, buiten de megafestatie van sneakers die uit waren gekomen. Forget all that hoopla that happened last year, en fresh dit jaar ingaan. Er zijn weer sneakers die gaan komen, wel een beetje rustig deze eerste week van januari, maar er zijn genoeg sneakers die deze maand uit gaan komen, en dit jaar denk ik dat ook weer een superb sneaker year gaat worden. Dus let's get right into it, the weekly wind-up van week Uno! Jawel man! It's gewoon the start of the year en we gaan gewoon het hele jaar doorblazen met sneakers en nog meer, you guessed it, sneakers. Maar let's get right into it, the weekly wind-up van week 1. Let's gizzy get it! In het begin jaar 2000 heeft Nike een superteam gevormd om die terug in de tijd te sturen to save the Roswell Ray Guns from their ABA disaster wat gaande was in 1975. Voor die superteam hebben ze 4 geweldige spelers van toen die tijd hebben ze uitgekozen om terug te sturen naar de ABA. En dat was Vinsanity Vince Carter, Jerry Stackhouse, Baron Davis en Jermaine O'Neal. En dat was dus de superteam die ze terug in de tijd hebben gestuurd to save the Roswell Ray Guns ABA seizoen. Nou moet ik eerlijk zeggen, het was gewoon een reclamespotje, een thema dat ze hebben gemaakt in die tijd om dus de Ray Guns een beetje op te krikken. Het thema en de reclame en alles erachter was geweldig. Het was zo geweldig dat Sandy Bodecker, de persoon die dus de SB Dunk versie van de Ray Guns heeft gedaan en heeft gecontributed erbij. Hij heeft dus die Ray Gun logo zo vaak gedragen waardoor hij dus de SB Dunk Ray Guns voor heeft gemaakt omdat hij die Ray Gun logo zo dope vond. Er zijn nog andere versies van de Ray Guns in andere silhouettes van sneakers uitgekomen over de jaren. En nu krijgen we de Air Force One Ray Guns. Moet ik wel eerlijk zeggen dat deze Air Force One Ray Guns heeft dus niet de alien met de 2 pistolen net als bij de SB Dunk. Het heeft gewoon een basketbal met dus de alien eyes om ook dus de Ray Gun alien op een andere manier te promoten in de basketbal versie. Dat dus anders is dan de SB with the alien and the 2 guns. Deze Air Force is een stuk cleaner. Het is gewoon een witte Air Force met op de heel heb je dus die accenten van de Ray Gun in het rood en in het oranje en zo. En met die logo op de heel en op de tong heb je dus ook nog die logo van die basketbal met die alien eyes erop. Dope concept. Moet ook nog wel eerlijk zeggen, ik ben niet echt een Air Force One richting. Vandaar dat ik ook dus de SB Dunk versie daarvan heb en die vind ik echt geweldig met die dikke tong en nog de premium materialen erop. Maar de Air Force One versie hiervan vind ik persoonlijk wat minder, maar de thema en het idee en de Ray Gun effect op die Air Force One is gewoon te erg. Te erg. En voor al jullie Air Force One lovers out there, dit zou echt een dope sneaker zijn met die Ray Gun motief in een Air Force versie. Dus SB Dunk, volgens mij waren er ook nog wat blazers ervan. Maar een Air Force One versie met de Ray Guns, die hebben we nog nooit gezien en het is best wel een clean sneaker. Maar ik moet helaas zeggen, omdat ik dus de SB Dunk versie daarvan heb, denk ik niet dat ik echt zo snel voor deze ga. Maar het is nog steeds een dope concept van een Air Force One. En natuurlijk, de Air Force One silhouette is gewoon een classic silhouette van all white to all black. De wiet die last year in oktober ongeveer uit was gekomen was ook nog een dope sneaker. Dus de Air Force One heeft wel zijn hype mee. Alleen persoonlijk moet ik eerlijk zeggen, ik ga niet zo snel voor deze Ray Gun, omdat mijn Air Force One likiness, zeg ik het goed? Dus mijn affiniteit voor de Air Force One is niet zo hoog vergeleken met een Jordan of zo. Maar het is nog steeds een dope concept met dope colorways en nog een interessante verhaal erachter. Vandaar deze Air Force One Ray Gun die deze week ook nog uit moet komen. Dus dat mensen,
dat was dus de weekly wind-up van week 1. Het was een beetje aan de korte kant, omdat natuurlijk, hè, we willen rustig inkomen. Hè, de merken willen niet gelijk bam, bam, bam in het eerste week van januari gelijk al onze geld pikken. Hè, ze willen ja, rustig, bouw het een beetje op before we take your money again. Dat was dus de weekly wind-up van week 1. En dan gaan we natuurlijk nog een kleine recapje doen van what happened last week before the end of the year. So let's gizzy get it. De recap van week 53. Laat ik maar beginnen met mijn excuses aan te bieden voor het aankondigen van de strawberry cough last week. Ik zat echt te twijfelen dat ik het moest aankondigen in de hoop dat die eventueel dit jaar of verleden jaar of misschien begin dit jaar nog uit zou komen. Maar helaas, pindasaus, we hebben geen extra informatie gekregen. Helemaal niks, geen gerucht, niks dat hij nog uit zou komen. Dus mijn excuses voor het aankondigen van verleden week. Voor de volgende keer, als ik weer zoiets ga aankondigen, moet ik echt zeker weten dat er een grote kans is dat hij uit gaat komen. Want anders ben ik gewoon mezelf en jullie ook aan het warm maken voor niks. En helaas is deze strawberry cough werd al een paar keer soort van warm gemaakt en dan weer helemaal niet. Dus bij deze mijn excuses aanbieden voor dus de strawberry cough aankondiging. Ik ga het de volgende keer pas aankondigen als ik pas zeker weet of dat ik het op de sneaker app zie of zo, of dat er al een rafel voor vrij is. Voordat ga ik het gewoon niet aankondigen. Dus nogmaals, mijn excuses. En natuurlijk, die schoen is niet uitgekomen. Dus ik heb ook geen dikke L voor kunnen krijgen. Maar zou die schoen wel uitkomen, zou ik nog steeds een dikke, helaas, pindasaus voor krijgen. Er werd niet eens meer aangekondigd. Dus bij deze, mijn excuses op de strawberry cough. Dan komen we op de Jordan 11 Adapt. Nou, deze sneaker was wel een geweldige sneaker. Sowieso, de Jordan 11 silhouette is one of the most iconic ones. En persoonlijk ook een grail silhouette voor mij. Not as grail as de Jordan 4, moet ik eerlijk zeggen. Maar de Jordan 11 heeft echt wel een iconischheid erbij. Persoonlijk voor mij en ik neem aan voor veel mensen ook. En dan ook nog het feit dat het now self-lacing. Wauw. To see how far the Jordan brand has come from the Jordan 1 in 1985 nu naar een Jordan 11 that self-laces met een app en zo is ridiculous. Alleen helaas was het prijs ook even ridiculous en het was te ridiculous voor mijn portemonnee, dus I did not try for this sneaker. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik wou heel graag ervoor proberen in de hoop. En misschien was er nog een resale ervoor. Ik moet wel zeggen, de resale gaat nu voor pak een beet 600-700 euro. Maar ja, op een 400 euro inzet, ja, hij is toch nog steeds pittig. En voor de megafestatie van sneakers dat we de afgelopen maanden hebben gehad, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, the funds are a little low right now. The funds are a little low right now. Maar die sneaker was wel netjes gewoon uitgekomen en het sold out gelijk. Dus for the people that got it, dope. Let me know how the van de veters daadwerkelijk werkt. Of het echt een goede technologie is. Of dat het nog in de kinderschoenen zit. I don't know. Maar ik vond die schoen, moet ik wel eerlijk zeggen, vond ik hem wel een geweldige schoen. Ook nog met de technologie erbij. Alleen helaas was die prijs ook een beetje te geweldig voor mij. Waardoor ik niet eens heb geprobeerd. En mevrouwtje die kijkt me nu ook aan en zegt van, ja, thank god you didn't try it. 400 euros, you must be crazy. Maar dus dat, de Jordan 11 Adapt, geweldige schoen, geweldige technologie, is ook uitgekomen. Maar helaas, your boy didn't even try. Dus hopefully, maybe, I sell a couple of shoes, of something happens, I get like a good deal of zo, dat ik het misschien wel kan aanschaffen in the future, want het is wel een sneaker dat ik echt wel in hand wil hebben. Just to see what happens once I press that button on my phone, and you hear die jawel man. De Jordan 11 Adapt. Dus dat mensen, dat was de weekly wind-up van week 1 en nog die kleine recapje van wat week 53 allemaal is gebeurd.
Als jullie deze filmpje dope vonden, sowieso, hoe ik het al altijd zeg, gooi een like op je boy. Als jullie willen dat andere mensen dit soort filmpjes ook nog eens checken, omdat die informatie wel best interessant is, vooral niet van deze Raygun's. I'm telling you honestly, hè. Deze Raygun commercial en zo. I did not know this toen ik deze SB Dunk had gekocht. Ik zeg het je eerlijk, want de Sandy Bodecker, dus Sandy Bodecker, ik dacht echt dat hij was echt de originator van de Raygun's en zo. Dat het echt een hele koep om hem was. Maar blijkbaar, dus nu dat ik deze reclame heb gezien, jawel man, die verhaal gaat toch wel ietsjes verder. So if you want other people to know this stuff, gooi sowieso een share op je boy. En natuurlijk de subscription button. Subscribe met de notification bell, dan blijven jullie elke keer op de hoogte, elke keer als ik weer een nieuw filmpje drop. En sowieso blijf ik het zeggen, let's keep this culture going, want jullie weten zelf, let's get it.